Hey jongens, wij hebben net een super speciale video opgenomen voor Instagram. Ik ben namelijk zwanger, wij krijgen een kindje. Ik ben natuurlijk al bonusmoeder, maar nu krijgen we ook samen ons eerste kindje en we zijn zo gelukkig. En dan ga jij nu op. Nu is het wel mislukt. Ja, dat is goed. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? En ja, ik ben inmiddels bijna 14 weken zwanger en ik heb voor jullie alles vastgelegd. En nu gaan jullie kijken naar de video waarin ik erachter kwam dat ik zwanger ben. We wilden eigenlijk 2 jaar geleden al samen aan kindjes beginnen. Maar het is niet iets wat je zomaar doet. Daar moet je heel goed over nadenken. En nu wisten we het gewoon helemaal zeker dat we dit samen met elkaar wilden doen. Dus heel erg gelukkig. En ja, heel veel plezier met kijken naar deze video. Met alle andere video's die er nog aan gaan komen. Oké, H was hier dus vanochtend en ik heb dus deze test gedaan, maar als ik het aan jullie laat zien, zie je dus niks. Ik zie hier dus zo'n heel vaag lijntje, maar ik krijg het op beeld er niet op. Kijk, als je deze ziet, die is nog niet gedaan. Ik weet niet, volgens mij zie je het op beeld nog steeds niet het verschil. Maar ik zie met blote ogen dat deze echt wit is en hier zie ik dus een vaag lijntje. Maar ik ben nu allemaal TikToks aan het kijken en zo en het gebeurt dus heel vaak dat er een soort indent lines zijn bij Clear Blue. En ik heb nu al geluncht, maar ik heb nog geen matcha gedronken en niet zoveel water. Dus ik dacht, ik ga gewoon nog een test doen, want ik heb er nog één. En ik heb nu die digitale ook besteld. Dus die kan ik dan morgenochtend doen. Maar ik heb hier dus mijn plas. Heel goor. Heel weinig ook. Ik dacht, ik ga het gewoon doen, boeien. 3, 4, 5, 6, 20. Het zal wel niet, het kan ook helemaal niet. Maar ik ben er nu zo op gefocust. Omdat het natuurlijk mijn grootste droom is. Dat ik er zo erg op gefocust ben. Nee, dat ik naar de test kijk. Is het nou zo? Nee, het is niet zo. Zeg ik dan tegen mezelf. Denk ik, ja, het is wel zo. Het is niet zo. Het is wel zo. Het is niet zo. Maar dit gaat niks zijn. Het kan niet. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, ik zie er ook echt niet uit. Ik dacht, ik ga het toch nooit gebruiken, deze beelden. Dit ga je toch niet menen? Je kan toch niet in één keer... Oh, mijn telefoon is leeg. Dat ik ook echt dacht, ik ga het vloggen over het helemaal gek in mijn lichaam. Ik wil dit zo ontzettend graag. Dit is een echte lijn. Ik kan niks zeggen. Ik word helemaal gek. Oh mijn god. Dit was vanochtend om 9:30 en het is nu om 2 of zo, 2 uur 's middags. Ik dacht, ik ga nu gewoon een test doen, want dan... heb ik eventjes niet meer die onrust van, is het nou een lijntje? Is het nou een lijntje? Want ik dacht, ik zweer, ik zie een lijntje, maar ik stuur naar even geen en een foto. Ze zegt, ik zie niks. Ik zeg, ja, ik weet het, je ziet hier niks. Dus ik dacht, ik heb nu... Oh! Jullie weten als je mij volgt dat dit mijn allergrootste droom is. Ik heb hier een positieve lijn. Ik heb hier gewoon een positieve lijn. Mijn moeder weet het. Ik heb gisteren gezegd, geen baby, want gisteren heb ik ook deze test gedaan en was er niks. En mijn vriendin weet het. Oh, het jammer dat H nu net weg is. Ik moet even bijkomen, jongens. Ik ga helemaal tekeer. Dat ik dit ook ging filmen. Ik dacht ineens, oh, ik ga het gewoon even filmen. Ervan uitgaan dat het niks zou zijn. Ik dacht, het is ook leuk om vast te leggen. Ik word helemaal gek. Ik ben helemaal aan het shaken. Nu heb ik dus met mijn vriendin en wil ik het zo graag vertellen. Maar ik wil het ook heel graag als verrassing. Nou, die is wel duidelijk. Wel licht, maar ja, dat is logisch, want het is nog heel vroeg. Ik ben super blij van binnen. Ik word helemaal gek. Hallo, een dag later. Ik had dus deze test besteld. Het zou pas tussen 2 en 6 komen. En nu is het 11 uur of zo. Ik heb toevallig wel echt net ook weer geplast. Maar dan werd het al bezorgd. Dus ik kan nu dus de test doen. Ik zou zeggen, als hij dus gisteren een streepje gaf, dat hij hier dus zwanger gaat zeggen. Ik zit allemaal dingen al in te lezen, want ik ga altijd heel erg snel met alles. Ik wil meteen alles weten, dus overal ben ik aan het verdiepen en dat de sauna niet goed voor je is in de eerste 3 maanden. En natuurlijk nu geen rauwe zalm en geen alcohol en alles, als ik zwanger ben. Ik heb nu niet heel veel plas in me, dus ik weet niet wat ik het nu moet doen. Ik heb er 2. Ik ben trouwens, oh dat is ook wel leuk om te vertellen, misschien ben ik niet eens zwanger hè? En is het allemaal schijn. Maar wat ik dus voel, enorme boobies nu al. Terwijl je bent nu, vandaag ben je dan 4 weken zwanger volgens de app. Want dat berekent hij dus vanaf je eerste menstruatie. De eerste dag van je menstruatie vorige keer. Wat super vaag is, want ik heb overmorgen is het pas 2 weken geleden waarop de bevruchting is geweest. Dus dat vind ik, maar dat doen ze om dat beter te kunnen berekenen. Maar eigenlijk is het raar dat je dan zegt, ik ben nu dus dan 4 weken zwanger. Als ik zwanger ben. Ik ben misschien helemaal voor niks aan het praten hè. Ik Gaan we even eerst die test doen. Oh, ik ben wel weer erg nerveus, kan ik je vertellen. Sinds dinsdagochtend heb ik heel veel buikpijn. Menstruatie en darmbuikpijngevoel. Winderigheid, gevoelige borsten. En nu ben ik redelijk misselijk. Maar ik moet zeggen dat ik dat vaker heb. Ik dacht dat het eerste trimester dat je bijna niks zou voelen. Maar als je dus inleest, voel je juist in je eerste trimester van alles. Want dan gaat je lichaam zich klaarmaken om een kind te kunnen maken. Ik merk dat ik geen zin heb om de test te doen. Omdat ik dan ook het heel jammer zou vinden als er staat dat ik niet zwanger ben. Dit is de eerste keer dat ik zwanger had kunnen worden, officieel. Gekeken naar hoe het werkt. En als het meteen raak is, zou het wel heel bizar zijn, maar goed. Oh, haal het absorberende uiteinden uit de urine zodra het stoplicht begint te knipperen. Leuk. Oh, ik ben heel misselijk. Oké, ik ga het nu doen. Hij kan niet helemaal. Nu al? Sure? Zo kort? Nu is het stoplicht gestopt. Ik hoop dat het goed is gegaan. Ik heb zoveel TikToks hierover gezien. Oh, dit duurt lang. Helemaal trillerig vanmiddag. Het duurt heel lang. Oh my god, wat een killing. Eventjes voor alle vrouwen die dus niet zwanger kunnen worden en zo. Het lijkt me echt de hel op aarde. Elke keer die spanning en die stress, zeg. Ik zou ook zo'n test denk ik alleen doen als je een positief streepje hebt. Ik zou niet elke keer zo'n digitale test gaan doen. Daar word je helemaal krank van, joh. Word je helemaal doodnerveus van. Oh, volgend streepje. Oh, ik ga dit in de prullenbak gooien. Ik moet zeggen, als ze ook samen wonen, zou ik het denk ik alsnog liever in mijn eentje doen dit. Want ik ben altijd echt zo'n spanningspersoon. Ik ben heel nerveus. Ik word alleen maar misselijker van de spanning. Jezus, het is echt zenuwslopend, zeg. Ik kan heel slecht tegen spanning en ik ben heel ongeduldig. Niet goed voor je hart. 3. Oh, hierna komt het. Ik word me hier toch een partij nerveus van. Ergens heb ik het gevoel dat het dus niet zo is. Maar het meest wel. Het streepje was zo licht gisteren. Ik ben helemaal aan het trillen, joh. Het rare is dat de eerste symptomen lijken ook heel erg op als je ongesteld moet gaan worden. Dan heb je ook vaak pijnlijke borsten. Mijn tepels doen echt heel veel pijn. Anders zou ik dus maandag ongesteld moeten worden. Wat duurt dit lang, zeg? Allemachtig. Ik zou heel erg teleurgesteld zijn als er staat niet zwanger. Terwijl we hebben het pas 1 keer geprobeerd. En dat is helemaal niet erg. Maar wat ik nu dus al een beetje het idee heb dat ik het wel ben. Dit duurt zo ontiegelijk lang. Ik word alleen maar nerveuzer. Maar ik moet gewoon de verandering zien. Ik kan mijn ogen er niet van afhouden. Ik had TikToks gekeken en ik wist niet dat het allemaal in geknipt was. Maar daar ging het een stuk sneller. Mijn hart zit echt in mijn keel. Ik hoop op 1 woordje en niet op 2. Ik kan het elk moment. Zwanger! Jongens. Hoe kan ik in 1 keer zwanger zijn? Oh my god. Oh mijn god. Weet je wat ik het allerergste hieraan vind? Dat ik het niet kan delen. Want ik wil zo graag een leuke review doen. Dat mijn dromen al als een meisje... Oh, ik moet even mijn telefoon pakken. Het is 11.11. De hele tijd is het 11.11 en zo op dingen. Ik ben zwanger. Jullie... Weet je wat dat is? Ja, ik kan het even niet beseffen. Als je mij kent, dan weet je dat dit gewoon mijn enige droom in het leven is. Het enige wat ik wil is moeder worden en een leuk gezin hebben. Dus niet zozeer alleen moeder zijn, maar gewoon een gezin. Nou, ik hoef niet zo'n test te hebben met hoeveel weken je zwanger bent. Want ik weet exact wanneer het gebeurd is. Dat is wel leuk. In 1 keer raak. Ik vind het echt heel bizar. Ik ben pas... Dit zou pas mijn 3e menstruatie worden sinds ik van de pil af ben, volgens mij. Ik voel me wel heel erg geprezen, hoor. Nee, mijn eerste menstruatie was in mei. Mei, juni... En nu zou jullie eraan komen, maar die komt niet. Jippie! Ik haat ongesteld zijn zo erg. Ik vind het zo irritant. Oh mijn god, dus wat ik voel klopt. Maandag was mijn ovulatie. Ik had echt 5 uur lang buikpijn op mijn werk. En toen zei ik nog, dit deed zoveel meer, langer pijn dan normaal. Het zou het zomaar kunnen zijn. Maar ik wil zo graag voor jullie een leuk filmpje filmen dat ik het aan mijn moeder vertel, weet je wel. Maar ik wil het ook zo graag nu aan iemand vertellen. Ik ben dus echt misselijk. Oh my god. Maar weet je, ik vind kwaaltjes dus niet erg als je weet waar ze vandaan komen. Dus als je dus heel vaak moe bent en je snapt het niet, want je eet gezond, je doet alles gezond, dan is het irritant. Maar als je dus weet waar het vandaan komt, niet. Mijn grootste meisjesdroom wordt werkelijkheid. Mijn grootste volwassen droom, gewoon mijn grootste droom op aarde wordt waarheid. En het leuke is, ik heb dus alles al zelf berekend. De ene app zegt 4, de ander zegt 5, de ander zegt 6 april. Maar als ik kijk naar... Wanneer de bevruchting is geweest, zou het dus 6 april de uitgerekende datum zijn. Ik ben ook in april jarig en ik vind april een hele mooie maand. Maar een hele grote kans dat het dan bijvoorbeeld maart wordt. Ik was zelf 3 weken. Nee, Oliver was 3 weken te vroeg geboren en ik 2. De meeste mensen doen 10 seconden deze vlogbeelden. En ik ben alweer 20 minuten aan het praten. Maar ja, ik vind het leuk. Ik wil het real houden voor jullie. Ik ga in de zon zitten. En me lekker inlezen over alles rond de zwangerschap. Want dat vind ik heerlijk. Ik hou ervan. Als jullie me kennen, weet je dat ik dat super leuk vind. Weer helemaal lekker verdiepen erin. En oh, zo leuk. Oeshi. Lina. 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 Poesje, Lina, ik ben zwanger. Lina, hallo? Ik ben zwanger. Ik ben zwanger. Je krijgt een broertje op sushi. Je bent zo'n grote, lieve grote zus. Heel bizar en ja, het is zo gaaf. Zo blij. En aan de andere kant besef ik het ook echt nog totaal niet. Ik kom net uit de douche. Nee, ergens besef ik het totaal niet. Maar ergens vind ik het leuk dat ik zo één ben met mijn lichaam en eigenlijk altijd alles zo heel erg voel. Het is irritant, want je voelt alles. Maar in een zwangerschap lijkt het me ook wel weer heel mooi dat je... ja, dan dus heel veel zult gaan voelen en heel bewust gaat zijn van wat er gebeurt in je lijf. Dus ja, het mooiste wat er kan gebeuren, toch? Een kind krijgen met een leuke man, maar sowieso voor je lichaam dat je gewoon een kindje maakt. Natuurlijk zoiets moois. Ja, voor mij het allermooiste wat ik kan doen in mijn leven. En het natuurlijk opvoeden en oh. Nou ja, ik denk dat zelfs jullie, al zijn jullie niet mijn echte vrienden, zeg maar. Klinkt heel lullig, maar je snapt wat ik bedoel. Zijn er zoveel kijkers die zo begaan zijn en me ook zo goed kennen. Misschien wel beter, nou niet beter dan mijn beste vrienden, maar wel beter dan misschien mensen in mijn naaste kring of zo. Jullie weten alles. Ik denk dat jullie ook heel blij voor me zijn en precies snappen wat ik nou bedoel met dat dit mijn allergrootste wens is. Want hoe vaak heb ik het hier wel niet over gehad. Over hoe graag ik moeder wil worden, maar ook gewoon hoe gek ik ben op kinderen en hoe leuk ik het natuurlijk vind om met kids te zijn. Ja, ik vind het fantastisch. Ik ga even ontbijten en wat... drinken en lekker in de zon helemaal inlezen over dit, want dat vind ik zo leuk. Ik heb echt al 5 apps gedownload. Hallo, ik wil het aan mama vertellen, want ik vertel haar altijd alles. Dus boeien, waarom moet het per se leuk zijn? Hi. Hi, ik ben net zo brood in mijn mond. Zie je mij? Hoi. Hi. We zitten lekker aan het strand in Cannobio. Zie je mij? Ja. En we gaan... boodschappen doen straks. Om 4 uur gaan we weg en dan gaan we naar Verbania, naar de Esselunga. En dan gaan we terug via Cannobio en dan gaan we een goede pizza eten. Lekker! Dan gaan we weer naar huis met een tas vol Italiaanse boodschappen. Nou, wat vind je van dit? Huh? Wat vind je hiervan? Waarvan? Kijk dan! Ik zie gewoon je hoofd en nee, meen je niet? Klopte die eerste test niet? Nee, ik had gisteren ook al eentje gaan met een streepje en die was ook al. Wat? Jij bent vruchtbaar? Ja. Van maar 1 keer. Ja, bizar. Lotte, je bent wel heel vruchtbaar, hè? Gewoon echt na 1 keer. Gewoon 1 keer doen. Hoort Oliver het nu ook? Ja. Oh. Maakt hem niet uit. Nee, maar anders kon ik het nog leuk vertellen. Oh ja, maar ja goed, je weet dat we samen met de vakantie zijn. Ja. Het eerste wat die raden was zwanger. Oh, het is nu de 27e dagje later en ik vind het eigenlijk... Ik zie helemaal geen vlogs waarin mensen het dagelijks filmen. En dagelijks is misschien ook een beetje overdreven omdat het zo achterloopt. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk om alles met jullie te delen. Dus ik ben nu net weer een half uurtje wakker. Ik kon niet slapen, ik was om 1:30 nog wakker. Ik denk een beetje adrenaline omdat ik er zoveel zin in heb en het zo leuk vind. Toen werd ik 2 uur later weer wakker, terwijl ik slaap tegenwoordig juist heel goed. Ik heb echt heel veel steken in mijn buik en heel veel buikpijn. Dus ik hoop wel echt dat dat normaal is en dat het niet wijst op iets slechts. Dan heet het hele dunne ontlasting en zo. Terwijl ik van vrienden hoor dat ze juist keutels altijd hadden en dat soort dingen. Maar goed, op de weegschaal was ik 1,5 kilo lichter. En ik eet ook heel gezond. Dus dat vind ik heel erg fijn. Want aan het begin van je zwangerschap, ja, ik ben natuurlijk bezig met gezond eten en voeding. Dus ik vind het helemaal niet erg als er nu aan het begin nog iets van afgaat. Ik snap heus wel dat het geen doel moet zijn als je zwanger bent. Maar het is pas zo pril. En ik heb lekker gezond ontbeten. Ik was helemaal niet misselijk. En nu net na mijn ontbijtje, daarom pakte ik de camera, werd ik dus wel misselijk. Maar goed, niet misselijker dan ik normaal wel eens ben als ik een eitje of zo eet. Ik merk vooral als ik eet dat ik gewoon nog meer buikpijn krijg. Dus dat is wel heel gek en vervelend. Goed, er gebeurt waarschijnlijk van alles in je lichaam. Ik hoop dat het allemaal hoort en normaal is. En ik moet dus een verloskundige praktijk gaan zoeken in Zoetermeer. Want als we terugkomen van vakantie, dan 2 weken later moet je eigenlijk al de eerste echo om te horen of het hartje klopt. En ik heb vanochtend lekker met haar gebeld. En we hebben het een beetje gehad over wat we met het huis dan gaan doen als we daar gaan wonen. En over verloskundigen en over voeding en alles. En ik ben heel gelukkig. Dit is gewoon alles wat ik altijd al wilde. En dan ook nog met een hele leuke, lieve man. Dus ik ben gewoon daar echt onwijs blij mee. En op dit moment krijg ik het ook niet uit mijn hoofd dat ik zwanger ben. En ben ik er de hele tijd mee bezig in gedachten. En wil ik het aan iedereen vertellen, terwijl het zo pril is. Maar goed, volgens mij zit ik nu in 4 weken. Ik weet die datum dus niet exact. Maar of morgen, of gisteren, of vandaag. En lekker hierna 2 dagjes naar de boot op vakantie. Dan kan ik ook even aan wat anders denken dan alleen maar de hele tijd aan dit. Maar ik denk dat ik het morgen ook wil vertellen aan mijn schoonouders. Want ik vind het gewoon ik vind het zo leuk. En had ik van die puistjes verteld? Sinds maandag had ik dus een beetje wat puistjes en zo. En nu lees ik dus dat het ook daardoor komt. Ik hoop wel dat mijn dat ik geen heel erg zwangerschapsmasker krijg. Want ik heb natuurlijk al heel erg pigmentvlekken. Misschien gaat het wel weg bij mij. Je weet het niet, hè? Maar ik voel me heel goed en heel blij. Alleen dus heel veel last van mijn darmen of buik of iets. Maar goed, ik moet vandaag wel echt gaan sporten. En ik ben nu aan het hula hoepen trouwens. Ik ben lekker aan het hula hoepen. Half uurtje. Lekker gezond. Met dit ding. Oh, die kattenbak. Nu ben ik wel echt misselijker dan normaal. Ik heb even mijn neus ingehouden en dan helemaal weglopen. En dan... Dat het gewoon niet goed is als je dus zwanger bent. De hele tijd denk ik, oh joh, je bent pas zo kort zwanger, dat maakt het niet uit. Maar het schijnt juist dan allemaal extra erg uit te maken. Ze zeggen dus ook van verschoon de kattenbak heel snel, meteen met rollen weg. Nou, bij mij gaan de rollen natuurlijk meteen weg, maar ze gaan wel in een zak met een klep. Maar vraag ik me af, de damp is er dan misschien wel. In ieder geval als je hem verschoont, heb je dus echt een week aan het rollen. Ik heb hem net verschoond, meteen dichtgeknoopt, maar die lucht ging echt bijna over mijn nek. Verder nog steeds niet misselijk. Ik ga nu sporten. Oh my god, het sporten ging zo slecht. Niet normaal. Alsof ik nog nooit had getraind. Zo bezweet. Als een uur kango jumpen. Gelukkig klopt het allemaal. Het enige wat niet volgens internet per se zo is, is die hele erge pijn die ik op mijn maag heb. Dus echt hier, terwijl alleen hier wat gebeurt. Dus dat wil ik wel een beetje in de gaten houden. Maar ja, het klopt. Er staat de toename van de hartslag, hartcapaciteit, stofwisseling, ademhaling wordt sneller. Wel leuk dat de stofwisseling sneller wordt. Want dat is de reden dat ik misschien wel nu zoveel naar de wc moet en dus gewicht kwijt ben geraakt. Vet chill. Ik heb altijd het gevoel dat mijn stofwisseling wel vrij langzaam is. Maar ik ben overal nat, letterlijk. Dus ik ga denk ik vooral op de dagen dat ik me fit voel lekker krachttraining doen. Maar dat een klein beetje... op gevoel doen en verder misschien lekker zwemmen. En het is ook heet buiten natuurlijk, maar ik voel het ligt echt aan mijn lijf. Dus goed naar mijn lichaam luisteren. Ik vind op gewicht blijven belangrijker dan echt sterke spieren opbouwen. Ik wil wel sterk zijn, maar ik hoef niet echt per se te hard te bunkeren of zo. Ik ben lekker een podcast aan het luisteren. Eerst die ik kon vinden. Het heet De Verloskast. En dan nummer 3. Het leed dat het eerste trimester heet. Vind ik wel interessant. En ondertussen lekker aan het hoepelen, want dat is heel chill. Mijn buik doet dus pijn, maar het voelt wel alsof het een beetje gemasseerd wordt door die dinges. Dus dat vind ik wel lekker. En ik wil gewoon bewegen. En ik wil ook echt niet met 2 jaar lang fanatiek trainen kwijtraken. Doordat ik nu dan te moe ben om te sporten of zo. Dat vind ik echt onzin. Ook wel leuk gewoon om te zien hoe dit er over een paar maanden uitziet, toch? Oh my god, als het gezond is. Als het een hartje heeft. Ah, spannend. Al die opa en oma boekjes en dingen vond ik te heftig om dat morgen te geven. Vooral omdat, weet je, we hebben geen echo gehad nog. Dus het is nog heel vroeg. Maar ik dacht, het is wel leuk om te zeggen van... Hey, willen jullie deze koud zetten voor mij? En dan kijken of ze iets doorhebben. Wat er 0,0 op staat. Deze was €8, vet duur trouwens. Net gekocht. Ik dacht, dat is wel een leuk idee. Want ik wilde dus zo'n klein flesje meenemen die ik hier heb staan voor mijn vriendinnen. Maar ik dacht, nu ook echt een grote fles. Kijken of ze het doorhebben. En anders, als die... Meestal gaat mijn schoonvader het drinken voor mij halen. En dan zou hij zeggen, waarom heb je eigen wijn mee? En dan... Het zou het heel grappig zijn als ze het niet doorhebben. En anders ga ik zeggen van ja, kijk maar wat voor wijn het is of zo. Maar we gaan morgen samen, als we elkaar zien, want we hebben elkaar nog helemaal niet gezien, gaan we even aanvoelen samen wat we willen. Of we het willen zeggen. Als we het niet willen zeggen, dan zeg ik gewoon dat ik dit mee heb omdat ik op mijn calorieën let. Dat geloven ze direct. En ja, dat wou ik even tegen jullie zeggen. En nu ga ik even mijn boodschappen laten zien in de normale vlog. Het voelt alweer zo raar, want ik heb het dus ook gehad als ik een huis kocht of zo. Dat ik dan dingen filmde die ik niet... kon delen nog. Maar nu is het helemaal raar. Want ik ga nu in mijn vlog vertellen Dat ik ijsblokjes heb gekocht en zo. Terwijl ik eigenlijk naar de winkel ging voor dit. Oh, ik ben heel misselijk. Ik heb hoofdpijn en ik heb te weinig gedronken, denk ik. Ik heb niet zo vaak hoofdpijn en denk dat ik daar ook niet veel last van krijg. Ik moet even water drinken. En ik ben gewoon echt heel moe en ook heel wit. Maar goed, ik wilde dus heel graag zo'n zwangerschapsdagboek invullen. Het lijkt me gewoon zo leuk, maar ik wilde wel een mooie. En op bol.com kon het dan vandaag in huis zijn, maar die vond ik lelijk. En die ik wel leuk vond waren dan dinsdag in huis, maar waren ook niet heel leuk. En ik dacht, ik ga naar de Prénatal. En ik heb echt een super mooie. Vet duur, €35, maar helemaal mooi linnen met goud. En dan 9 maanden staat erop. Echt de mooiste die er is. En dan kan ik vast lekker beginnen met invullen. Ik zit heel veel podcasts en zo te luisteren. En ik moet zeggen dat ik er wel een beetje bang door word. Dus misschien moet ik dat niet doen. Maar bang meer als in, oh, moeten we het morgen wel aan heel veel ouders vertellen. Want het kan ook buitenbeermoederlijk zijn. Het kan ook miskraam zijn. Het kan geen hartje zijn. Het kan ook alleen een vruchtzak zijn. Voor allemaal verhalen. Het kan gewoon mis zijn. Heb je een heel klein ogenblikje? Ja, tuurlijk. Dank je. Hi, ik spreek met Charlotte. Ik wilde graag een eerste afspraak bij jullie maken. Ongewezen. Dankjewel. Ik zou vandaag ongesteld moeten worden. Te veel basilicum en zo, is dat echt allemaal zo erg of valt dat wel mee? Nou ja, bijvoorbeeld pesto dacht ik ook parmezaanse kaas. Maar ze zeggen je mag ook niet heel veel basilicum. Maar dat lijkt me, die kruiden lijken me niet zo heel erg toch. Er is nog een app, die heet die Mama. Oh, die heb ik niet. Daar kun je medicijnen. Oh. Dus ja, want ik slik best wel veel supplementen en zo. Yes, dankjewel hè. Doei doei. Spannend. Nom nom nom. Hallo, even een update. Ik ben nu dus 4 weken en 3 dagen zwanger. We hebben het eergisteren inmiddels alweer aan mijn schoonouders verteld. De beelden waren niet heel boeiend, maar daarna had ik de camera uitgezet. Ik vind het toch een beetje awkward of zo, dat filmen. En we hadden het op een hele zo'n manier helemaal gezegd met hints met wijn. Maar eigenlijk vond ik dat achteraf eigenlijk heel ongemakkelijk en zou ik liever gewoon willen zeggen. Maar goed, een leuke manier is ook wel leuk. Ze waren echt door het dolle, dat zie je op het beeld niet. Maar mijn schoonmoeder en ik zijn echt de hele tijd alleen maar over aan het kletsen. En helemaal gelukkig. Zij, voor haar is het ook echt een van haar grootste dromen om nog een keer oma te worden. En mijn schoonvader is ook helemaal happy. En Ha en ik zijn helemaal happy. Ik merk dat ik alleen nog maar verliefder ben en gelukkiger. En ja, alleen maar meer liefde voel. Ik ben zo blij. En we hebben de echo gepland, dus gisteren. Oh, dat heb ik voor jullie gefilmd. Over precies een maand. Deze maand duurt lang, tot 31 dagen geloof ik. En dan ruim een week later hebben we dan een intake. En in Zoetermeer, want daar ga ik uiteindelijk ook weer naartoe. Ik ben gewoon heel gelukkig. We zijn samen heel blij. Dus I'm really happy. Wel jammer dat je heel veel dingen niet mag eten die ik heel lekker vind. Zoals bepaalde vis en zo. Het is vandaag 31 juli. En ik heb mijn eerste zwangerschapskruidje gekregen. Ik was net met mijn zwangere vriendin. En deze gebruikt zij al de hele zwangerschap. Van Naïf, vet lekker. Want dit is echt zo'n vet duur merk wat ik nooit koop. En deze heeft ze aan mij gegeven. Ze zei, kan je vast nu al beginnen met smeren. Ik weet niet of ik nu al begin of nog heel even wacht. Want ja, mijn huid is het al gewend om uit te rekken. Ik heb mijn hele leven al buik en alles. Dus ik weet niet of het nu al moet. Maar super lief. Een lekkere olie. Relaxing Pregnancy Body Oil. Ik denk niet alleen relaxing, maar ik denk ook gewoon tegen alle striën zo, denk ik. Heel mooi merk, heel blij mee. En ik heb mijn eigen eerste echte aankoop gedaan voor de baby. Ik merk dat ik niet echt besef dat ik zwanger ben hoor. Het is dat ik het in mijn lichaam voel en zo, maar ik liep... Oh ja, we gingen net naar de Prénatal alweer, want zij gaat over 5 weken ongeveer bevallen. En zij had allemaal dingen nodig. Echt kraampakketten, minst aantrekkelijke ever en tepel. Kussen dingen. Trouwens, als iemand mij een knuffel geeft en tegen mijn tepel aankomt, of als mijn dekbed op mijn tepel ligt, of als mijn schoudertas er tegenaan komt, doet het zoveel pijn. Verder ben ik nog steeds niet echt misselijk. Merk ik dat als ik traploop, dat ik dus nu al heel snel moe ben. Dat is gewoon puur, ja, omdat je lichaam iets aan het voorbereiden is om daar een baby in te maken. Dus dat is heel normaal. Maar verder fietsen of zo, of hoepelen, dat soort dingen gaan allemaal juist heerlijk. En ik merk dat ik heel erg gemotiveerd ben om lekker te bewegen, gezond te eten, dus... Top. Ik heb net mijn verloskundige praktijk gewijzigd, want bij deze mocht ik absoluut niet filmen. En ik doe dit natuurlijk voor mijn werk. Ik vlog volgens mij ook al meer dan de meeste YouTubers die zwanger zijn. Want ik wil dit gewoon echt verzamelen en ja, niet alleen maar een paar dingetjes filmen. En de allereerste echo wil ik heel graag vastleggen. Ik wil niet bezig zijn met het filmen, maar ik wil wel de camera ergens neer kunnen zetten. En gewoon een pure eerste reactie met jullie kunnen delen en voor mezelf. Dus een praktijk waar je niet mag filmen. En ik heb zelfs om een uitzondering gevraagd en zo. Ze wilde het absoluut niet. Toen dacht ik, dit is niet voor mij de praktijk. Dus naar een ander gegaan. En daar mag het wel. Maar het mag niet bij de medische echo's en zo. Dus het mag alleen bij de eerste en de pret-echo volgens mij. Maar prima. Ik vind dat, wil dat gewoon met jullie ook kunnen delen. En ook terug kunnen zien. Mijn geheugen, ik vergeet altijd heel veel. En ik vind dingen terugkijken heel dierbaar. Maar goed. Als het kindje dus leeft en gezond is en alles. Het is nu trouwens 2 dagen later. Dus donderdag als ik terugkom van vakantie pas. In plaats van dinsdag. Maar daardoor mis ik geen werk. Dat is heel fijn. En ja, 2 dagen later. Spannend, maar goed, maakt niet uit. De bevalling zou begin april waarschijnlijk zijn. Maar ik vind het heel moeilijk om nu al iets te kopen. Maar ik zag dit en ik vond het gewoon heel schattig. Alleen, het kindje wordt dus niet in de winter geboren. Dus misschien is het een totale miskoop, de eerste aankoop die ik doe. Maar ik weet wel dat het in... Ja, het kan ook nog koud zijn in april, mei, juni in Nederland. Baby's moet je heel vaak warm inpakken. Maar ik heb dus een maat 62 gekocht, dus dat is niet een startmaat. Het is voor net erna, dus misschien had ik beter een 54, of ik weet niet hoe dat heet, kunnen kopen. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb dus heel sterk het gevoel dat het een jongen is. En daarom deed ik iets unisex-achtigs. Ik merk dat ik echt in de winkel alleen maar alle teddyproducten heel leuk vind. Maar dit was dus... Ik had deze dus gezien toen ik dat babyboek ging kopen. Toen dacht ik, nee. En toen dacht ik die avond, er was 20% korting. Toen dacht ik, ik ga hem toch bestellen. Dus deze werd dus bezorgd. Toevallig zag ik hem dus vandaag weer in de Prénatal. Ik heb overigens niet heel veel met de Prénatal of zo. Ik voel er nog niet heel veel bij. Maar heel licht beige, super schattig. Maat 62. Ik weet niet, misschien is het dan hartje zo, maar kan ik het niet gebruiken. Maar oké, nou ja, ik vind hem heel cute. Hij heeft dus zo'n rits... Hij heeft niet hier van die verschoonknoopjes, dus ik weet niet of het onhandig is, maar hij heeft dus wel zo'n rits. Ik neem aan dat ze erover na hebben gedacht voor baby's. En het heeft een heel lekker stofje van binnen, wat dus niet zo zweterig is. En ik vond dit gewoon cute. Verder vind ik eigenlijk helemaal niks leuk wat ik zie, behalve leuke flared broekjes voor meisjes en zo. Maar ik ga gewoon niet... Als ik een jongen krijg, ga ik hem geen roze flared broekjes aantrekken. Daar heb ik niks mee. Als anderen dat wel willen, moeten ze dat slecht voor zelf weten. En ik hou ook absoluut niet van al die rode, groene kleren voor jongens, die zogenaamd stoere dingen. Ik zat al te kijken met mijn vriendin en ik zeg, ja, dit vind ik mooi. Gewoon mooi donkergroen of lichtblauw of een mooie kleur geel of een beetje oker of beige. Er zijn genoeg mooie tinten, maar sommige jongenskleuren vind ik zo ontiegelijk lelijk. Trouwens ook bepaalde meisjeskleding hoor, van dat echt roze. Niet mooi. Maar goed, ik heb hem ook nog in een jasjesvariant gekocht. Deze heeft niet armpjes eraan, toch? Of wel? Heel eerlijk, ik voel er nog niet heel veel bij. Niet meer dan ik had voordat ik zwanger was. Want jullie weten, ik vind babykleren altijd al schattig. Ik voel nog niet dat mijn kind hier misschien ingaat of wat dan ook. Dit jasje is te cute. En ergens denk ik, had ik hem groter moeten kopen. Dus ook een 62. Het gaat dus van 50 tot en met 68. Ik dacht 50. Misschien wordt ons kindje niet eens maat 50. Dus ik dacht... En misschien helemaal aan het begin ga je nog niet eens naar buiten of wat dan ook. Dus ik dacht, nou, ik kies voor maat 62. Weet ik het? Ik weet het niet. En anders als je misschien een tweede kindje krijgt, kan je het gebruiken. Maar goed. En deze heeft dan drukknoopjes. En ik vind dit jasje misschien nog wel schattiger. Ik vind teddy stofjes het allerleukste. Wat ik wel raar vind is dat ik niet woon in het huis waar onze baby gaat wonen. Waardoor ik dus niet nu al lekker kan denken, oh, ik ga dit vast in de kast houden. Dat kan dus niet. Ik had het er ook met mijn schoonouders over. Met heel van... Misschien moet ik wel gewoon lekker lang nog dit huis aanhouden. Dat ik gewoon vanwege mijn werk lekker op maandag, dinsdag, woensdag hier nog kan wonen. Maar dan denk ik, ja, dan kan je helemaal niet gaan nestelen straks in je huis waar je gaat wonen. Dus ik denk dat ik echt wel uiterlijk eind van het jaar daar wil gaan wonen hoor. En dan ook gewoon lekker die kamer gaan klaarmaken. Ja, nu heb je nog helemaal alle energie en zin. En straks als je hoogzwanger bent. Maar goed, deze zijn dus exact hetzelfde. Alleen dus een pakje. Dat is wel heel lief hè. Mocht het miskoop zijn, dan maak ik iemand anders wel blij mee of whatever. Maar dit zijn dus mijn eerste aankoopjes. En dat was vandaag weer de update. Doei!